Goedemorgen. Goedemorgen, ik dacht dat Michael Jackson dood was. Nou, ik leef nog. Dit zijn ze? Ja, ja. Zou jij ze wel willen hebben? Ja, natuurlijk. Ik zou alles van Michael willen hebben. Ja. Maar ik weet ook dat ze gewoon ongelooflijk prijzig zijn. Dus ja, dat zal bij een droom blijven. Zou je een stukje de moonwalk kunnen dansen? Ik ben licht geblesseerd aan mijn linker enkel. Oh. Ja. Dus ik moet me echt 2 weken een beetje rustig houden. En tijdens het optreden, dan van een hoogte, spring je het podium op. Dus toen heb ik hem verzwikt. Elk nummer in de show heb ik de bijpassende jack. Zeg maar, als je biedert doet, dan heb ik biedert. Dit vind ik zelf ook heel mooi. Dat heeft Michael bij een benefietconcert gedaan in New York. What more can I give? Waarom ben je dit gaan doen? Omdat ik als kind altijd al iets in de artiestenwereld wilde. En ik kreeg de kans niet om zangles te volgen. Ik ben in Suriname geboren en ik moest gelijk gaan werken toen ik heel jong was. Hoe was het voor jou toen hij overleed? Oh, dat nog steeds denk ik er echt elke dag aan. Ja, ik durf het echt te zeggen. Het is gewoon mijn God geweest. Ja, ik denk ook als Michael er niet was geweest, dan had mijn leven een hele andere wending gehad. Hoe bedoel je een andere wending? Door Michael. Ja, gewoon ben ik echt gelukkig, heel erg gelukkig geworden. Ja, ik voelde me gewoon als man zijnde vaak onbegrepen. Omdat ja, een man moest wel stoer zijn en kon zijn vrouwelijke kanten niet laten zien. Zo kan je pas gelukkig zijn. Als je gewoon jezelf kan zijn. Maar jij bent niet jezelf, toch? Ik ben wel mezelf, ja, absoluut. Ook op de bühne, hè, ben ik ook mezelf. Het is meer omdat ik natuurlijk zoveel gemeen heb met Michael. Ja, ik heb er gewoon ontzettend veel gemeen. Oh. Nou, ik voel het weer, hoor. Ja. Heb ik nu toch weer overbelast? Nou, het zal wel meevallen, maar ja, ik merk het wel gelijk weer, ja. Ja, maar ik bedoel, de optredens kunnen niet afgezegd worden, dus ik ga gewoon lekker komende week een beetje rustig aan doen. Uit de kunst met